Dames en heren, welkom. U gaat kijken naar een voorstelling over vluchtelingen. Een heel actueel thema. En juist daarom gaan we ons richten op de toekomst. Want hoe ziet Nederland er over 10 jaar uit? En hoe gaat het dan met de integratie van al die vluchtelingen? We zullen ons heel veel afvragen in deze voorstelling. En op lang niet alles het antwoord vinden. We laten voor- en tegenstanders aan het woord. En zo, nu en dan gaan we weer terug naar het heden, want ook de actualiteit houdt ons bezig. Kortom, u gaat heel veel zien. Wij wensen u veel kijkplezier. Deze eerste scène gaat over Anna en Rachid. Vol is vol. Ja, beste mensen, ik moet echt nu even ingrijpen. Vol is vol. En ja, jarenlang hebben wij gewoon moeten toekijken hoe deze immens overdreven grote massa naar ons land kwam strompelen. En jarenlang hebben wij niet alleen moeten toekijken hoe hun gewoontes en cultuur, maar daarmee ook hun kledingstijl onze straten gewoon domineert. Ja, ik vind het gewoon, vanaf nu moet het anders. Vanaf nu moet het anders. En vanaf nu eet ik hier ook geen baklava meer als tussendoortje. En maar gewoon weer een bitterbal. Of een zure bom. Ja. Ja, of een patatje oorlog. Ja. Nou, nee, hoort goed. Ja, patatje oorlog. Ja. Hé. Hey. Ik kan niks doen, hè? Het is mijn cultuur. Ja, ja, dat was ik. Vol is vol. Ik vind dat we nu moeten ingrijpen met z'n allen. Het is niet mooi geweest. Dus ik stel voor dat wij vanaf nu in stilte gaan protesteren. Hè? Laten we niet af gaan zakken naar het niveau van hen. Maar ik stel voor dat we vanaf nu iedere buitenlander compleet gaan negeren. Hè? Want u weet ook dat als je uw vrouw gaat negeren, dat je ook het waard deel bent. Dus geef dan tijd. En je zult zien dat ze zullen vluchten. Daar zijn ze al onwijs goed in. Echt waar. Want ze krijgen ook overal voorrang voor, hè? En zoals we zien, sta ik daar bij de bakker Bart in de rij 4,5 uur te wachten. Ja, 4,5 uur. Ja. Komt er daar een huppelende, fluitende, huppelmakkelkaan binnengehuppeld. Ja, ja. Neemt hij zo de laatste tarwe extra van koren mee. Ja. Want ze hebben het al zo zwaar, krijg ik dan te horen. Ja, ja. Heel erg leuk. Ander voorbeeld. Vorige week woensdag had mijn zoontje een spreekbeurtwedstrijd. Ja, had hij zich 8 maanden geïnstudeerd in de wit gestreepte, bolle Zuid-Amerikaanse koe. Ja, had hij zich 8 maanden helemaal op zich gestort. Ja, winst mevrouwtje hoofddoek. Want blijkbaar vinden we het nog interessant hoe het is als een 4-jarig meisje hierheen komt gekropen, gesluit en gejankt. Ja, jongens, daar zijn we toch gewoon een beetje klaar mee. Ik bedoel, dat is toch niet meer interessant gewoon. Dat kennen we ondertussen wel, toch? Ik wil gewoon weer Nederland zijn. He, met onze eigen koekjes en kalfjes, laten we maar zeggen. Geen asielbeleid meer. Godverdamme, ik kan het woord ook echt niet meer horen. Asielig beleid is het geworden. Asielig beleid, ja. Ja. Ik voel me gewoon een vluchteling in mijn eigen land, hè? Ja, zo voel ik het. Ja, zo is het gewoon. En ik vind gewoon dat ik... Nee, ik kan echt wel jammer. Lekker de bal.